De inwoners van Waalre gaan volgend jaar veel meer belasting betalen. Tenminste, dat wil een meerderheid van de gemeenteraad. Ik vind het een aanvaardbare maatregel. Als je dus ervan overtuigd bent dat je je voorziening in het dorp op peil wil houden naar jongeren, ouderen, etc. Dat heeft een prijskaartje. Nou, de VVD is altijd kritisch. Kijken altijd kritisch naar wat we moeten vragen aan onze inwoners. Lastenverhogingen, altijd zeer zorgvuldig mee omgaan. Van de andere kant, met name in het sociaal domein, zijn de uitgaven dusdanig dat we op een punt zijn aanbeland dat we de begroting zonder extra lastenverhoging bijna niet meer sluitend kunnen krijgen. Volgens de wethouder is een stijging van de woonlasten nodig om alles betaalbaar te houden. Want Waalre heeft ambities. Zoals de renovatie van sporthal Het Hadzo of een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren. En de tekorten in de zorg moeten ook worden weggepoetst. Op basis van de gestegen prijzen feitelijk is er een correctie nodig van 1,5%. En om als het ware dan de gestegen kosten, zowel in de zorg als in de ambities, om die te kunnen dekken, is inderdaad een verdere stijging van 6% nodig. En dat maakt een totaal van 7,5% opbrengsten die moeten stijgen voor de onroerend zaakbelasting. De nieuwe ambities kunnen wel op steun rekenen van veel fracties. Toch is het soms nog te karig. Zo vinden oppositiepartijen dat er meer geld moet naar kunst en cultuur. Ja, het kunst- en cultuurbeleid bestaat al heel erg lang en bestaat eigenlijk uit een aantal subsidies voor wat evenementen in het dorp. En dat kan zeker een toevoeging zijn op kunst en cultuur. Maar ik vind dat we als gemeente verder moeten. Wij zijn binnen de regio een wat rijkere gemeente. Onze inwoners hebben over het algemeen een wat hogere opleiding. Maar het is ook eenzijdig. Het is een beta-bevolking. Nou, in ieder geval, als je kinderen, zoals het heet, wil laten groeien en leven, moet je ze laten ontdekken. En nou, het platform van ontdekken is kunst en cultuur. Als je realistisch bent en ook meerjarig een sluitende begroting wilt behouden en ook toekomstige tegenvallers wil kunnen opvangen, dan is het niet verstandig om op dit moment extra middelen vrij te maken ten behoeve van kunst en cultuur. Of er geschoven wordt met geld, wordt over 2 weken duidelijk. Dan neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting 2020.